Nou, we vieren dit jaar ons 25-jarig jubileum. En zoals elk jaar doen we altijd een erf versieren. Dan hebben we de speciale wennenzoelendagen. Dus we zijn druk geweest 2 dagen om mooie bloemstukken te maken en om te laten zien wat er allemaal in de tuin groeit en bloeit. Vroeger hadden de mensen geen geld om mooie dingen te kopen en bloemen te kopen. Dus, en als ze dan zelf die kalebassen verbouwden, dan konden ze de hele winter van genieten. Die werden gewoon in de kamer of in de keuken gezet, ter versiering. En dan had je toch iets meer als gewoon. Zie, en dat, daar bewonder ik dus de mensen in, hoe ze zich vroeger met soms zo weinig moesten en konden redden. Bloemstuk heb ik ook gemaakt. En dan in een mandje, want dan vroeger als de boer een familie op bezoek ergens ging, dan ging er altijd een mandje mee en er zat altijd wat van de boerderij in. Nou ja, ik vond het boerenwerk heel mooi. Ik kon ja, ook al het werk en het rijden met de paarden en naar het land. En ik maak nu nog wel eens een grapje. Ik zeg, vroeger dan reed ik met paard en met 2 wagens voor in langs de Delven. Ik zeg, dan kon je er makkelijker door als nu met de fiets. Dit is een speciaal oogstwagen. En dan daar werd dus het hooi mee van het land gehaald en de rogge en de haver. En dan kwamen daar wat extra balken op dat je er wat meer op kon laden. En verder voor de rest werd die wagen ook wel gebruikt. Dan werden de bankjes opgezet. Dat je dus ergens met een gelegenheid, met een bruiloft of wat, dan kon je hem ook gebruiken. Kom je nou 25, ik ben hier 25 jaar vrijwilliger. En ik vind het nog steeds mooi. Is het leuk om te doen? Ja. Ja. Wat boeit jou zo aan het vrijwilligerswerk bij de wijk? Nou ja, ik vind dus dat ik dus de tekst en uitleg kan geven over hoe de mensen vroeger leefden en hoe het dan nu is. Dan vind ik dat heel fijn om dat te kunnen vertellen. Is daar begrip voor? Ja, ook toch wel. En ook, dan moet ik zeggen, dan, ja, de jeugd interesseert er zich dan toch ook wel voor. Dan zeggen ze wel eens van, oh, die jongeren. Maar ik heb toch ook wel eens groepen gehad die er wel echt wel geïnteresseerd waren. Ja, en dan vinden ze het hier toch wel fijn. Maar ja, zo is het.